Daar in de richting van het centrum nadert zijn einde. En er is ons destijds eens een keer beloofd. Dat wordt een feestelijke inwijding, zou ik maar zeggen. En nu gaan we eens eventjes te raden van wat staat er te gebeuren in het weekend van 15, 16 en 17 november. Nou, inderdaad heel veel. En heel veel feestelijks ook. Na een toch relatief korte periode van heel hard werken, van visieontwikkeling en uitvoering, is het inderdaad het moment om eventjes mooi stil te staan bij het fantastische centrum wat we nu gekregen hebben. En dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Vrijdagavond, zeg maar het officiële startstein, maar we beginnen 's ochtends al. We beginnen 's ochtends met name met de betrokkenen. Ook met iedereen die loeihard gewerkt heeft om alles klaar te krijgen voor die 15e. Gaan we samen ontbijten. Doen we in het gemeentehuis. Doen we met een aantal bewoners in het centrum. Ondernemersvereniging. Wel voor genodigd in dit geval. Maar dan gaan we heel snel over naar een open programma. Waar zowel jong als oud, niet alleen uit de gemeente, maar ook van buiten de gemeente van harte welkom is. Om dat met ons te gaan vieren. Heel leuk. Bijvoorbeeld een rollatorrace. We hebben Harmonie Excelsior bereid gevonden om op dit fantastische podium, dit Ridderplein, ook werkelijk plaats te nemen op een podium. En vervolgens die klanken die zij hier ten gehoor te gaan brengen, te laten vergezellen met een spectaculaire lichtshow. Die uiteindelijk ons complete centrum in het licht zet. En dat sluit dan weer hartstikke leuk aan bij de symboliek, de lantaarnpalen die op dit moment gezet worden. Het nieuwe licht in het centrum, ook het nieuwe kloppend hart van het centrum. En dat ontsteken we op dat moment. En dat is vrijdag, een deel. Jongeren komen ook aan bod, de dag erop, springkussens, het hele Ridderplein vol met tal van activiteiten voor kinderen. Gratis popcorn, schminken, ga zo maar door. Winkels natuurlijk open. Ondernemers plakken flink uit en tonen ook hoe gastvrij wij hier in Gemert-Bakel zijn. Er zijn acties aangekoppeld, individuele acties, maar er is ook een coupon of kortingsactie waarbij je kan gaan sparen. Er is heel veel te doen. Staat er hier een tevreden wethouder? Ja, niet alleen heel tevreden. Ik gaf het zojuist ook al aan. Het is een prachtig mooi centrum geworden. Iets wat, om trots op te zijn. Maar het allermooiste, en daar ben ik niet alleen tevreden, maar daar ben ik gewoon gigantisch blij mee, echt trots op. Dat is dat dit centrum niet alleen gemaakt is door de gemeente. De gemeente doet er eigenlijk helemaal niet toe. Maar wat hier gebeurd is, is dat van onderaf, vanuit de bewoners, vanuit de ondernemers, vanuit recreatie en toerisme, uiteindelijk door dat wij het riool moesten gaan aanpassen en doordat wij waterproblemen zouden moeten gaan aanpakken, die kans gegrepen is om te zeggen, oké, daar gaan wij activiteiten oprichten en wij gaan ons steentje bijdragen om energie te geven aan dat traject van die aanpassing die puur in de hardware zit, om daar vervolgens ook softwarematig, puur qua functionaliteit, voor de ondernemer, voor de gebruiker, voor de recreant en toerist, om daar gewoon iets moois van te gaan maken. Markt terug dus hier op het plein? Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Je stelde de vraag wel. Dat laten wij onze inwoners over. Daar moet de gemeente niet van willen zijn. Nou is de laatste keer de herinrichting geweest in 1991. Het is nu einde 2013. Moeten we hier 20 jaar mee vooruit? Als het aan mij ligt wel, ja. Ik zou niet helemaal, iets wat goed is, dan moet je laten liggen. Jij bent tevreden? Ik ben tevreden en het is duurzaam gemaakt. Het kan zijn dat je het af en toe eens moet ophalen of repareren, zoals het dan heet. Maar ik heb wel zoiets van, het basisontwerp is zo goed. Met het oog op tot uitdrukking brengen van die cultuur, die historie. Maar ook met het toegankelijk maken van winkel en publiek. In combinatie met al die andere activiteiten die de ondernemers gaan organiseren. En ik denk van ja, waarom zou je daar nou zo snel nog iets nieuws voor willen bedenken? Goed is goed.